Eerst een Sinterklaaspakket en openmaken, dan kerst. Oh, mooi ingepakt wel. Mooi hoor. Dan zie je een cadeaupapje waar ik het over had. Met die tas, maar dan een cadeaupapje. Ja, dus dat heb je van Sostrien en Geen. Ik heb geen idee hoe je dat uitspreekt. Ik weet niet. Oh, een boek? Dit boek gaat over een meisje die fan is van een band. Yeah. En dan gaat ze, terwijl ze op vakantie gaat met haar ouders en haar broertje, gaat ze stiekem een verkeerde trein pakken om naar dat band, het concert te gaan. Oh. En het leukste is, yeah, er zit een cd in het boek achterin van het band. Kan je ook beluisteren nadat je het boek hebt uitgelezen? Ja, ik heb alleen geen stereo. Dus ik weet niet hoe ik dat zou moeten draaien. Oh ja. Mooi lint hoor. Wil je dat terug hebben? Nee hoor, bewaar maar. Misschien kan je hem voor iets gebruiken. Ik vind het zo zonde om open te maken. Sproetenliefde. Ja, dat is ook een leuke boek die ik ook momenteel aan het lezen ben. Ik vind het een heel leuk onderwerp. Ja. Ik dacht dat jij het ook wel leuk zou vinden. Allemaal andere verrassingen. Wat is dit? Dit is een warme chocolademelk die ik kan doen. Milka smaak. Milka chocoladesmaak. Oké, dus met heet water. Ja. En dit? En dat is ook warme chocolademelk, maar dan met Milky Way smaak. Oeh. En dit zijn cakejes? Ja, dit zijn cakejes, fruitcake. Oh ja, dit ken ik. Erg lekker. Body lotion. Ja, en een body lotion. Kerst. Mag ik hem openmaken? Natuurlijk. Oh, zo, dat ruikt zoet. Oeh, lekker hoor. Nou, dankjewel. Van een verwennerij. Graag gedaan. Ja, het is kerst en het is in de plaats geweest. Dus, leuk. Ik vind het heel leuk om te delen. Bedankt.